openbare markt Lelydorp wordt komende maand opgeleverd, lichte daling chikungunya in Suriname en seksuele minderheidsgroepen worden in Guyana genegeerd. Goedenavond en welkom bij het journaal van dinsdag 28 oktober. De openbare markt van Lelydorp zal begin november technisch worden opgeleverd. Begin juli van dit jaar werd de middenunit van deze markt geheel afgebroken voor een nieuw gebouw. Conform het contract duurde dit project 5 maanden. De openbare markt van Lelydorp is bijna klaar om de waar van de verkopers die ondergebracht zijn in de noodmarkt te herbergen. Er zijn 43 standhouders op deze markt en met deze nieuwbouw kunnen er nog 30 worden geaccommodeerd. Roline Samsudin, districtscommissaris van Wanica, zegt dat er al aanvragen binnen zijn. Rond die tijd hebben we dus, tenminste, we hebben al verkopers die reeds daar verkopen op die noodmarkt zijn, maar we hebben ook verkopers dus die nieuw zijn en een aanvraag hebben gedaan. Dus we willen dat in één keer ordenen en dat denk ik zo rond de 15e, tussen 15 en 20, dat de mensen hun intrek daar in die markt kunnen nemen. In dit gebouw zijn er units gebouwd voor een slagerij, een bloemenzaak, kleding en schoeisel en levensmiddelen. Deze units zullen voorzien worden van airco's. In de grote zaal komen de groente- en fruitverkopers. Een aparte vishaal is ook ondergebracht in het gebouw. De oude gebouwen die in een U-vorm rondom de nieuwbouw staan, zullen ook een facelift krijgen. Oh, wat zal er met de noodmarkt gebeuren? Oh, die gaan we afbreken. Het was een tijdelijke markt, want we hebben nog wat plannen met het terrein. Maar we moeten nog zien, want er staat een gebouw daarop. Er is al met de standhouders gesproken over een regulering van tarieven voor zowel de standhouders in de grote hal als de standhouders in de units. Het aantal gevallen van chikungunya in Suriname lijkt licht te dalen. Dit blijkt uit gesprekken met verschillende huisartsen in Paramaribo. Huisartsen registreren minder gevallen nu in vergelijking met de vorige maand. Wat we zien is de afgelopen weken, dagen misschien, toch wel een afname van de gevallen die we dus zien op de polykliniek. Wat ik nu merk deze week is dat het er nog is, maar aanmerkelijk minder. Hè? Dus vanmorgen heb ik dus nog enkele gevallen gehad van chikungunya, maar niet zoveel als zeg maar 2 weken geleden. We praten ook met elkaar en we werken ook met elkaar samen. Dus we zien dat het eigenlijk een, iets is dat niet alleen in onze praktijk voorkomt, maar ook bij collega's zie je toch wel een afname. Vanuit de overheid worden verschillende maatregelen getroffen om het chikungunya-virus uit te roeien. Het ophalen van grofvuil door het ministerie van Openbare Werken en het bespuiten van diverse woongebieden door het BOG moeten de bestrijding bevorderen. Het resultaat wijst tot nu toe uit dat het aantal chikungunya-gevallen afneemt. Maar Suriname mag volgens de arts Ajamungra nog niet in een hoera-stemming verkeren. Wat ik wel heb gemerkt is dat net als, ja, ik noem het een recidief kreeg, hè. Dus dat betekent dus in ieder geval mensen die eerder het hebben gehad, bijvoorbeeld begin september, en na 3 weken kregen ze plotseling weer klachten. En die gevallen zie je dus ook wel weer voorkomen. Mungra merkt evenals de andere artsen op dat het belang van een schoon milieu niet mag worden onderschat. Hoe eerder de burgerij erop toeziet dat een schone leef- en woonomgeving enorm belangrijk is, hoe beter ziekten kunnen worden voorkomen. Ik denk dus dat het belangrijk is het milieu. Hè? Dat de mensen dus nu eindelijk bewust worden van het feit dat ze dus hun milieu, hun erf, hun tuin goed schoonhouden. Het grofvuil natuurlijk niet laten staan jaar in jaar uit. Dat er plotseling dan een grote schoonmaak moet komen. Maar dat ze dus al deze dingen natuurlijk bij tijds opruimen. De mensen moeten niet in slaap gesust raken. Men moet toch alert blijven en toch actief
We proberen hun omgeving broedplaatsvrij te maken of te houden. Ook als het wat meer gaat regenen, dat men dan toch wel extra daarop blijft letten. De medisch deskundigen adviseren de samenleving om alert te blijven. Bij verschijnselen als braken, hoofdpijn of huiduitslag mag er niet geschroomd worden een arts te raadplegen. Minister Riskin, tevens coördinator van de onderraad van het Nationaal Zekerheidsstelsel, zegt dat alles in goede banen wordt geleid. Momenteel is het ministerie van Sociale Zaken bezig met de herregistratie van on- en minvermogenden. De wet voor het minimumuurloon treedt per 1 januari 2015 in werking, terwijl de pensioenwet op 9 december dit jaar zal ingaan. Het is een hele reform daar zo, dus iedereen wordt dan opnieuw bekeken. En we gaan dus er nu voor dat dus de mensen dus allemaal verzekerd worden bij een verzekeringsmaatschappij. Het staatsziekenfonds heeft voor de verplicht verzekerden, voor de vrijwillig verzekerden, moet er dus een nieuwe NV opgezet worden. Ook die werkzaamheden worden uitgevoerd. Dus alles is dus in beweging om de zaken tot stand te brengen. De wet is bedoeld om per 1 januari 2015 een minimumuurloon in te voeren om zo een minimuminkomen te garanderen voor iedereen die arbeid verricht of tegen betaling een dienst verleent. De wet voor nationale zorgverzekering is per 9 oktober in werking gegaan. Jongeren van het dorp Guyaba in het district Sipaliwini hebben het afgelopen week eind gediscussieerd over verschillende onderwerpen. De discussies werden gehouden tijdens het districts jeugdcongres georganiseerd door het jeugdparlement. Er is gesproken over de afronding van VOJ Atjoni en het internaat Jong Ondernemerschap en dropouts kwamen ook aan de orde, evenals 10 jaar jeugdparlement. De overheid belooft voor het begin van het komend schooljaar de school en het internaat van Atjoni aan te pakken. Voor wat betreft ondernemerschap vragen de jongeren de overheid om meer trainingen hierover te geven in de dorpen, zodat zij eigen ondernemingen kunnen opzetten. Om het drop-out-probleem op te vangen is voorgesteld om 3 vakscholen te bouwen en vaktrainingen te geven. De districtscommissaris van Sipaliwini, resort boven Suriname, Naltus Nana, kon niet aanwezig zijn. Het DNA-lid Hugo Yabini van Sipaliwini deed de officiële opening in zijn plaats. De parlementariër sprak over de relatie tussen de overheid en jongeren en dat de overheid er alles aan doet om de problemen van deze groep op te lossen. Meer dan 600 jongeren, leerkrachten en ouders waren aanwezig en hebben actief geparticipeerd op het congres waar op hoog niveau is gediscussieerd. Het Nationaal Landelijk Jeugdcongres wordt gehouden op 29 en 30 november. Minister Rabinder Parmisser van Openbare Werken heeft vandaag het overlegorgaan Openbaar Groen geïnstalleerd. In oktober 2011 werd al een overlegorgaan ingesteld waarin functionarissen van het directoraat Openbaar Groen en de Algemene Bond van Personeel Milieubeheer, ABPM, zitting hadden. Dit overlegorgaan had tot taak de directie van het directoraat Openbaar Groen te adviseren in zowel personele als vakbondsaangelegenheden. Voor een goede beleidsafstemming binnen het directoraat Openbaar Groen van het ministerie van Openbare Werken is het nodig dat op structurele wijze met de ABPM wordt gecommuniceerd. Patrick Campagne, aangetrokken als externe deskundige, tevens de voorzitter van het nieuwe overlegorgaan, hoopt op een goede samenwerking met het ministerie. De zittingsduur van het vorige overlegorgaan is verlopen op 1 november 2012. Daarom is besloten het overlegorgaan wederom in te stellen voor de duur van een jaar. Tot zover de nationale berichten. Goedenavond.